Ja, wat ik tegenkwam was dat jullie heel lang ook in de underground, ja, ik hou niet van het woord scene, maar in de underground scene, ja, zeg maar. Slithering in de bar, ja. Kun je me dat omschrijven? Hoe zag een gemiddelde show eruit? Ja, gewoon, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Okay. Kijk, nu is het voorstel dat we een manager hebben en een tourmanager moet meegaan en alles een beetje voor ons fixen. Maar we hebben nog steeds gewoon exact dezelfde instelling als we toen hadden. Okay. Ik kan nu een nummer schrijven over dat je pak nep is. En dan ben ik nu getekend op Sony, maar alsnog ga ik gewoon het nummer performen. Het is gewoon nog steeds dezelfde instelling. Yeah, okay. Alleen het is nu wat grootschaliger, er komen nu mensen kijken of zo. Okay. Maar de instelling is nog steeds gewoon hetzelfde als dag 1. Hoe underground je toch wil doen. Okay. En in die zin dan, zijn jullie verrast door het feit dat zoveel mensen het leuk vinden? Ik weet niet voor hun, maar ik ben wel heel verrast. Ja, ik dacht wel van hè. Ik denk dat we alle drie niet verwacht hadden dat we dit 2 jaar later of 3 jaar later nog steeds zo op dit niveau zaten. Nee. Zeker, de eerste paar tracks die we maakten waren echt best wel basic tracks. Ik heb een nummer gemaakt waar alleen maar stadsdelen aan het schreeuwen zijn. Zo, weet je? Ja. We moeten een nummer schrijven voor Georgina Verbaan of iets in de richting. Ja. Dat doen we dan puur voor onszelf. Want wij soms vergeten dat wij ook gewoon de mensen op straat rondlopen die eigenlijk niet hetzelfde nadenken zoals wij het zien. Dus dat hun het ook vet gaan vinden. Ja. Daar moest ik wel een beetje aan wennen, zeg maar. Ik dacht dat wij echt van die hele aparte wezens waren. Hmm. Maar het blijkt eigenlijk ben je gewoon een mainstream fuckboy. Gewoon, weet je. Ja, dat is wel interessant, maar daar kom ik, wil ik straks nog even op komen. Over wat? Over mainstream? Nou goed, laten we het dan gewoon over hebben. Want nou, Pompstation, je nieuwe EP, jullie hebben ook Wat Ben Je Van Plan, die staat op YouTube. Ja. En ik zag in de comments zag ik ook redelijk wat kritiek. Naast dat het ook wel goed werd ontvangen, was er natuurlijk ook kritiek van dat het klinkt wat anders. Dus is dat nu iets wat ook een rol gaat spelen? Nee, maar fuck dat man. Kijk, wat mensen niet weten is, sorry, mag ik dat er is. Ja, tuurlijk man, go get it. Dus kijk, wij maken gewoon muziek, we zijn niet een genre. We kunnen een hele take maken met hele duistere shit en dan weer een afvoetje maken ofzo, weet je. Of een ik zag je staan ofzo, weet je. Dus dat doen we al sinds dag 1. Dus de mensen die daarop nu gaan haten zijn echt mensen die nu pas ons leren kennen. Ja. Ja. Wij zijn eigenlijk gewoon echt super veel schijf. Die kennen ook de eerste EP's niet en zo. Nee. Weet je, gewoon, ik denk en je kan het mainstream noemen, maar ja, weet je, het is wel gewoon allemaal een heel eigen stijltje, vind ik allemaal nog steeds, weet je wel. Het is niet een gekopieerd, we zorgen altijd gewoon voor een Young Internet stempel. Gewoon. Ja. Als je een track hoort van Young Internet, dan dat zou je niet zo snel ergens anders gaan horen ofzo. Die beat is niet in één keer geproduceerd door Jack Sharek ofzo. Nee. Dus ja. Ik begrijp de kritiek soms niet zo heel. Nee, ik bedoel, en afvoer is ook gewoon best wel 2,5 jaar oud en dat is ook gewoon. Maar aan de andere kant begrijp ik het natuurlijk wel van al die fans die wel vanaf moment 1 daar waren. Die wel alleen die Poolse snijshit hebben gegeten, snap je? En die zien dan ineens, die hebben misschien bijvoorbeeld een jaartje even niet opgelet. En die zien dan ineens een clip met Donnie, met Roos, met chicks die zwemmen naar elkaar toe en zo. Die denken ze van, hè? Maar ja, je moet je nooit beperken tot één ding. En muziek maken is leuk. En wij houden ook allemaal van house muziek. We gaan ook wel eens naar techno-parties. Weet je, ja. En soms maken we een visie hip-hop. Dat is het ook. Ik vind het ook gewoon leuk om dat soort muziek te produceren, weet je wel. Het is ook leuk om te maken. Je moet het voor jezelf ook leuk maken, toch? Ja, je kan moeilijk elke keer dezelfde track maken. En je kan moeilijk cateren aan wat mensen willen. Maar als je gaat cateren aan wat mensen willen, dan moet je hem daar Jack Sharek doen. No offense, Jack is helft. Nee, het is vet shit. Het is een bepaalde sound wat gewoon werkt, wat gegeten wordt. Het is dus net van, iedereen chapt een kroket. Maar ja, als je een of andere gek gerecht daar neerlegt met kleur die mensen niet kennen, zullen ze al snel denken van, oké, ik neem al een hapje, oh, het is best wel lekker. En dan gaan ze pas meer eten. Dus ik denk dat het gewoon qua tijd wat langer nodig heeft om in te sudderen bij dat soort mensen, om het te begrijpen van wat we eigenlijk doen. En dit is heel moeilijk, denk ik, om te omschrijven, maar je noemde net die Young Internet stempel. Wat is die stempel? Want dit, zoals je al aangeeft, dit kan elke track iets anders zijn. Maar gewoon lage bas, gekke synths, gewoon geilheid. Elektronisch. En eerlijk. Ja. Okay. En vooral eerlijk. Ik bedoel, de producties zijn sowieso gewoon masterlijk, daar kun je niet omheen. Dat is gewoon een feit. En dan is die produceert als hyperlink. Nee. Dat staat er gewoon vast. En de teksten zijn gewoon eerlijk, man. We vertellen gewoon wat we aan het doen zijn in het weekend en waar we zin in hebben en wat we zo meteen gaan doen. Ja. Dat die guy zijn back zingt of niet. Of wat ik zo meteen ga halen bij de dealer. Het is gewoon de eerlijkheid. Ja, ik bedoel, dat gewoon de Young Internet vindt. Ik denk dat mensen als ze ons ook zien, gewoon los van een show of van muziek maken, dan zijn we alsnog dezelfde guys. Dan zijn we niet ineens de halve guy of zo. Ja, dit kwam ik ook tegen. Van, jullie zijn rappers, muzikanten die ook meemaken waar ze over rappen. Ja, we rappen wat we meemaken. Dat is of andersom. Ja. Maar Ik kan me voorstellen, is het bijvoorbeeld vermoeiend dat mensen zoals ik elke keer vragen over jullie drugs en over jullie... Je hebt nog niet gevraagd over drugs? Nee, maar ik kan me voorstellen, want dat is wel iets wat heel snel gevraagd wordt. Als mensen het naar gevraagd zeggen, ja, zet een tape op, man, pak 6 donnies. Pak de binnenstad, weet je, pak iets en luister er gewoon aan. En als je me dan ziet, dus je ziet dat ik exact dezelfde hoofd trek. Daan ziet eruit hoe je de beats maakt. En Maatje ziet eruit hoe hij is gewoon, weet je. Ik kan het niet anders hoe het is. We zijn gewoon die guys. Mm-hmm. Dus is geen maskertje of zo. Ja, het is gewoon eerlijkheid, ja. Het is gewoon een beetje van jezelf weggeven om te laten zien van Maar dat is meer wat ik bedoel, zeg maar. Want maar je geeft wel een stukje van jezelf bloot. Het is niet irritant hoor, maar er zijn ook verschillende manieren hoe je ernaar kan vragen, weet je. Je kan ergens bij een interview naar binnen lopen en je kan vragen... Oké, snuif jij echt 4 pakken per avond? En dan kan je zeggen ja of nee of ja... Wat de fuck is dat voor vraag, weet je? Maar je kan ook gewoon zeggen van ja, jullie hebben het hier over hoe jij dat zegt. Of van jullie rappen wat jullie leven. En dan kun je vragen, is het echt zo intens? Of, dan ben je al een hele andere kant van die shit aan het pakken dan gewoon vragen van oh, doe jij dit of doe jij dat? Ja. Is het echt zo? Ja man, het is echt zo. Ik zeg altijd van ja, het is echt zo. Ja. Daan heeft er nog een hele interessante quote over in Den Haag of in Duim en DMA. Oh ja, hey, even nadenken. Ja, die dude die vroeg aan mij, die zei tegen mij, jullie hebben me super geïnspireerd. Dus ik dacht, ja oké, tof man, hij maakt ook niets van rap of zo. Nee, met nog meer drugs te gebruiken. Dus. Ja, ik dan moet het een beetje awkward, weet je. Als je naar de McDonald's gaat en iemand zegt, hey, heb je zin in een gram ketamine? Dan grap, ik ben nu gekomen voor een quarterpound en laat me dan wordt het een beetje awkward. Ja, precies. Maar, want ik kan me voorstellen, nou, jullie weten nu dat jullie ook een publiek hebben, maar die verantwoordelijkheid die maar wat is de verantwoording? Ik vind pas dat je verantwoording hebt als je de verantwoording neemt. En als je een verantwoording van iemand anders probeert te krijgen, dan ben je zelf alleen maar op zoek naar iets om jezelf goed te praten. Kijk, weet je wat het is? Wat het ook is, we romantiseren het niet, hè? Nee, dat is ook een heel groot verschil in onze rechtszaak. Wij precies. Voornamelijk de nare kanten van het geen geld hebben, weet ik veel, in plaats van de mooie kanten van het verhaal. En ik denk dat je op die manier ook minder mensen die kant stuurt. Zeg maar. Mensen zeggen dat je verheerlijkt het. Ik zeg, ik verheerlijk het niet. Ik vertel gewoon als je 2 pakken hebt en je ligt in de regen op de grond te huilen, is niet leuk. Is geen romantisering inderdaad of een verheerlijking van het doen van. Ik zeg je gewoon hoe het is en hoe wij dat zien. En wat er om ons heen gebeurt. En ik zeg niet wat je zou moeten doen of dat het tof is. Ik snap wel dat je eerst met van die no offense typhoon, als je met van die typhoon blote voeten rap komt over dat de wereld een mooie plek is en je moet dit net doen. En je gaat daarnaast alsof een gimmick rappen over ja, ik gebruik drugs in het weekend. Ja. Dan ben je fout bezig. Ja. Als je vanaf dag 1 al gewoon eerlijk bent over wat je met je boys doet in het weekend, dan ben je niet aan het adverteren of zo. Dus, nee. Ja, wat jullie nu zeggen vind ik wel grappig, want er staat ook een track op met de tekst uitgaan zonder knaken. Ja. Ik ga regelmatig uit mijn klanten. Zijn mijn eigen zaken, man. Dan ga je ergens heen en kijk, oké, waar ga ik heen? Maar kan ik graag drinken vanavond? Even nog een nakje, dus dan kan ik echt vloeistof krijgen of zo. En dat is gewoon geen woord gelogen. Zo hebben we de eerste 3 jaar doorgebracht met elkaar, houden. Maar dat is wel een interessant punt, want het bestaan van een muzikant is altijd niet zo glorieus als mensen misschien denken. Over Bentleys en shit en over chicks kopen en... Al die gasten in die clips, al die gasten in die clips met kastelen en zo, ze gaan allemaal terug naar hun vlekje. Ze hebben waarschijnlijk niet eens een HD-tv, man. Die gaat terug in zijn huis. Het is echt zo, waarom zou ik liegen? Zodat je gaat liegen in je muziek en als ik zeg van ja, ik rijd met Ben naar de club en hij kijkt naar me en zegt van woorden hebben pas waarde als het echt iets betekent. Anders kan je gewoon maar zeggen, wat je, de waarde gaat weg van de woorden. Ik kan ook wel rappen over in een Bentley zitten. Of over, ik heb een keer gerapt dat ik met, hoe heet die? Van Georgina Verbaan, die ex. Jort Kelder, dat ik met Jort Kelder in een Maybach zat. Is niet zo. Maar het zou kunnen. Snap je? Maar ja, nee, het gaat om de waarde die je aan je shit geeft. Zeg maar. Dus uiteindelijk die oprechtheid, die eerlijkheid, dat staat gewoon centraal. Het heeft ook te maken bijvoorbeeld met die slimme mensen die domme muziek maken. Dus dat is het een beetje. Ja, ik zou wel heel graag met Jort Kelder in de Maybach bezig. Ik ook. Dus Jort, als je het hoort, kom hier. Nou, dat even verder gaan op Pompstation dan, want dit is, zoals je zeggen, is dit de 6e of 7e? 6e EP? Eigenlijk de 7e, maar die eerste is nooit echt meegeteld als officieel. Want Is dit zeg maar het platform zoals jullie het voor je zien? Gewoon veel EP's release en een heel zeg maar een volwaardig album, dat zegt niet zoveel? Dat komt wel. Ik denk dat we daar wel uiteindelijk bewust aan gaan werken. Het zijn allemaal albums. Maar dat zijn eigenlijk allemaal tapes van 10, 11 tracks dus. Okay. Ja, dus we zijn al heel dat zou je gewoon een album noemen volgens mij. Okay. Ja, precies. Dus, en ja, weet je wel. Dus. En weet je wat ook is? Dat je zeg maar 2 of 3 keer in de week samenkomt en je maakt muziek iedere week. En op een gegeven moment heb je gewoon zoveel fucking tracks. En als je die tracks gaat bewaren, dan luister je 3 maanden later en denk je, wat de fuck heb ik gemaakt? Dus dan wil je gewoon die tracks laten horen mensen. Dus waarom zou je ze bewaren? Je moet het gewoon eruit pushen. Weet je, als je een track gaat bewaren en je raakt die over datum. Dan denk je, wat de fuck heb ik gezegd al die tijd geleden? En dan skip je het, dan control-delete en dan is het gewoon klaar. Ja, dit is ook wel interessant dan, want je zegt uitpompen die shit. Elke week uitpompen, elke week muziek maken met elkaar. Kunnen jullie elkaar ook na, nou hoe lang doen jullie dit, 4 jaar of zo, kunnen jullie elkaar nog verrassen? Zit nog steeds naast het toch of niet? Nou, maar kunnen jullie elkaar verrassen in de muziek die jullie maken? Oh, ja, zeker weten. Het groeit ook allemaal, hè? Ik bedoel, ik wil ons geen muzikanten noemen, maar we zijn wel heel veel beter geworden in hetgeen wat we doen naarmate de tijd vordert. Ja. Waarom merk je dat? Aan de respons, aan hoe tof wij het vinden, aan de teksten van Mau, aan de beats van Hypey, aan de ik merk gewoon dat wij 3 allemaal steeds meer leren naar elkaar toe te werken in plaats van allemaal los iets bij te dragen, snap je? Van, eerst waren we natuurlijk vooral gewoon zelf, ja, ik moest een vette rap, Jelly moest een vette rap, Naantje moest een vette beat. En nu is het meer gewoon, nu gaan wij met z'n 3 samen maken, dat maken gewoon, zeg maar. Dus dat vind ik heel tof. En dat voelt ook gewoon juist, man. Beter worden. Het kan ook zijn dat Daantje bijvoorbeeld gewoon mee helpt aan een tekst of aan een refrein of aan een idee. Of dat hij mee helpt aan een beat, dat hij zegt van doe dit of zo. Van, ja, zo werken we allemaal met elkaar en helpen we elkaar gewoon. Stel je voor, je zit in een punnikclubje. Dan wordt je punnik skills die worden steeds beter na verloop van tijd, toch? En dan ga je er steeds meer van genieten van het punnik kunstwerk wat je gemaakt hebt. En dan zijn we nu, we zijn pro-punnikers geworden eigenlijk. Ja. Hebben jullie ook een doel voor ogen? Ja, dan wel zin hebben, dat voornamelijk. Ja. En een beetje centjes verdienen met hetgeen ze ook moet op zijn. Nee, maar het lijkt mij heel tof om gewoon echt een volwaardig studioalbum te maken. Met weet ik veel, 18 tracks erop. En het gewoon een keertje een Heineken musical los te laten op een stukje mafcase ofzo. Dat lijkt me fucking geweldig. Ja, dat zou ik wel vet vinden. We hebben ook heel veel doelen al behaald, zeg maar. Ja, we hebben heel veel doelen al behaald. Dus daarom is het nu ook moeilijk te bedenken wat gaat ons doel nu zijn. Want die moet dan wel gewoon best wel groter zijn dan alle... wat daarvoor is geweest. Want die lat die wordt steeds hoger gelegd. De lat wordt steeds hoger, maar dat is ook voor jezelf gewoon, dat is goed, dat is fijn. Zo. Maar we voelen geen pressure of zo. Okay. Het is geen druk. Hoe we muziek maken is nog steeds dezelfde manier, weet je. Flesje erbij, biertjes erbij, chillen, jointje roken. Een beetje muziek luisteren, een beetje tapen, een beetje wat proberen hier, een beetje knippen, plakken op, man. Het is gewoon leuk. Het is gewoon 3 vrienden die met elkaar gewoon vertellen via muziek wat ze aan het doen zijn. Zo'n hele gekke puppy aan het grootbrengen met z'n drieën. Ja. Die puppy moet levensgevaarlijk binnen. Laatste vraag dan. Deze EP heet Pompstation. Er staat ook een track op die heet zo. Wat is de significantie van deze track? Van Pompstation? Ja, wij zijn het pompstation. Dus we blijven gewoon doorpompen. Ja. En we pompen door de week, we pompen in het weekend, we pompen met elkaar, we pompen los van elkaar. En het belangrijkste is dat je gewoon door blijft pompen, dat is het hele ding. Ja. Nooit stilstaan, maar altijd gewoon vooruit gaan. Ja. En dat zijn voor mij in ieder geval de definitie van het pompstation. Pompstation is alles gewoon. Het is gewoon what keeps you going, weet je. Gewoon, dat is je pompstation, toch? Van daar haal je je shit vandaan. Even tanken, ja. En dat kan voor iedereen iets anders zijn. Ja, voor de ene is het muziek, voor de andere is het alcohol, het kan voor alles zijn. Het is heel weird. We hebben een track gemaakt, de vorige EP, die heette Ik Denk Alleen Maar Vooruit. En voor nu is het Ik Pomp Alleen Maar Vooruit. Ja. Dus het is... Het is nog steeds een goeie. Vind ik een mooi einde. Ja toch? Ja man. Heerlijk. Heel erg bedankt voor je tijd man. Dankjewel. Ja, thanks. Pomp Alleen Maar Vooruit. Ik pomp alleen maar vooruit.